Lieve mensen, helpende mensen, troostende mensen, mensen waar je blij van wordt. Je zou ze soms willen bedanken, gewoon zomaar, omdat je hartstikke gruuts op ze bent. Dat is Gruuts op pad. Ja, en ook vandaag mag ik weer een heerlijke gruutstaart gaan afleveren. Ik heb afgesproken met Jennifer hier bij het Maastricht UMC+. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je op zoek naar Jennifer? Ja, dat ben ik. Die ben Jennifer. Ja, ik ben Jennifer. De baan is naad, hè? Ja. Die heeft zus een mailtje geschikt. Ja, dat klopt. Want die wou zijn gruutstaart overhandigen. Aan de man. Aan de man? Ja. Waarom stond hij eigenlijk bij het ziekenhuis? Nou, mijn man, opname leek. En ze weten niet voor wie lang het is. Ja, en dat het al de tweede opname is. Nathalie. Ik ben ze opgenomen, hij. Hey. Ja. Waarom? Is er een zware depressie. Depressie? Ja. Zou Stieg nu aan mam willen zeggen waarom dat ze de tour verdient? Mam is ja de tour verdient ze omdat ze altijd voor ons zorgt, altijd voor ons klaarstaat. En dat ze zichzelf nu even een opkikkertje nodig heeft. En dat ze hier al beter moet zorgen. Ja. En daarom dat is de tour voor eigenlijk dat mijn mam nog een super leuke shot. Ja. Dat ze het ook echt druk verdient. Dankjewel. En jij naar Ander eigenlijk op dat moment, dan mijn man. Ja. Hoe lang moest ze ook blijven? Nog een paar weken. Een paar weken. Ik heb de eerste keer geleden 7 weken. Weet medicijn gekregen. Heet niet geholpen. Ja, depressie wordt alleen maar erger. En dan ben ik wel voor de tweede opname. Ja. Ze hopen voor dat er wel aan staat. Ja, dat ook niet. Ja. Missen, man. Ja, heel erg. Ik ben echt iedere dag. Ja, iedere dag komen ze. Ja, iedere dag komen. 3 keer per dag. 3 keer per dag. Ja. 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 Hebben ze nog een zoontje, hè? Ja, 2 zoontjes. 2 zoontjes. 2 en 3. Ja. Komen die ook bij oma? Ja, die komen ook bij oma. Iedere dag. Iedere dag. Ja, ik was van dochter van mijn kindje. En ik had gezien op Facebook, ik denk, John en mij een checken. En toen belden ze mij. Ik denk, ja. Nee, ik vind het super lief. Mijn dochter is mijn beste vriend. En toen hadden we het erover gesproken op het ziekenhuis. Ja. Goed, ja, we mogen niet binnenfilmen. Nee. Daarom hebben we een boete afgesproken. Ja, we hebben boete afgesproken, klopt. Hartstikke lief. Het is het daar. Ja. Hier is. Hier is daar. Ja. Dat is het smaak, ja. Wat verdient ze? Samen met de verpleegkundige. Ja. Schoen. Dag u. Wat verdient ze? En met Jennifer. Ja. Ja. Ik maak ze ook een stukje bij haar. En Chad. Bedankt voor alles. Dag u. Weet je wel? Bedankt. En sterkte. Dank u wel. Voor alles. Gewoon de vuren. Dank je wel. Dagnus. Dat ik het heb gedaan. Ja, super lief. Ja, heerlijk toch om iemand zo te kunnen verrassen. Iemand die het ook echt nodig heeft. Weet u iemand die zo'n taart verdient? Stuur dan een mailtje naar gruutsoppad@rtvmaastricht.nl. En wie weet komen we bij u zo'n lekkere taart afgeven.